Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe video. Vandaag lijkt het me leuk om wat ik op een dag doe, kind of video. Dus wat ik de hele dag vandaag doe, Ik heb net aangekleed en gedoucht. Ik was 4 dagen echt super beroerd. Ik had last van overgeven aan mijn maag. En ik was gewoon echt niet lekker. Dus ik had 4 dagen gewoon echt even rust genomen. Vandaag gaat het al wat beter. Mijn maag is ook al wat rustiger. Dus ik dacht vandaag ga ik gewoon weer lekker beginnen aan de slag. Maar ik had ook een klein projectje. Dit hier kan dus echt niet meer, hè. Memphis die wordt bijna 4. Weet je wat, Mer? We gaan gewoon lekker naar de IKEA en we gaan dit even fixen. We gaan dus een gewoon normaal bed voor je zoon kopen. Voor zijn leeftijd een beetje hoort, want nu heeft hij nog een hele baby inrichting, terwijl hij al heel lang geen baby meer is. Zoals ik al zei, hij wordt al bijna 4, dus ja, dan heeft hij hier niks meer aan. Ik heb zelfs nog hier zijn verschoonding liggen. Waarom mijn kind kan zichzelf al haast aankleden. Ik moet alleen wel even opschieten, want ik zou Nick tegemoet komen bij de kapper. Dus ik ga nu heel snel wat eten, want ik heb nog niet gegeten. Na 4 dagen echt als een crap iets rond hebben gelopen, dacht ik nee, nu moet ik echt even een beetje mezelf weer opvogelen. Opvogelen is dat een woord? Voelde me ook niet lekker als je zo dit in je huispakje zit. Wat heb ik aan? Dit. En ik doe hier nog een roze jasje van Naked. Ja, van Naked ook. Die vind ik wel heel erg schattig. Ik denk dat ik wat havermout ga maken. Met water, gewoon gekookt water. Echt snel, want ik heb geen zin in brood. En mijn maag voelt nog niet heel erg lekker. Ik had trouwens een nieuwe bikini besteld voor Mexico. XO Easy. Alleen ik vind het broekje best wel groot eruit zien. Maar ja, ik had hem gepast, maar over mijn kleren heen aan. Dit zit op zich best wel oké. Maar ik denk als ik mijn kleren uit heb dat hij best wel een beetje groot is. Maar hier passen mijn tieten wel in. Dus deze is dan wel weer goed. Ik vind hem wel echt super leuk omdat hij ook wat hoger zit. Kijk, hij zit hier dan wat hoger, net als mijn broek nu zit. Als je gaat zwemmen, weet je, dat vind ik gewoon chiller. Nou, kijk eens. In 3 seconden tijd heb ik even havermout met noten en kokosvlok in elkaar gezet. Doe ik mijn... ik had die ook in mijn neus, sorry. Doe ik mijn havermout met kokend water gewoon. Ik haal altijd die hele fijne havermoutvlokken. Doe ik dat even laten intrekken. Plantaardige melk eroverheen, maakt eigenlijk niet zo uit wat. Ik ben tegenwoordig helemaal into sojamelk gewoon. Flash van daar eroverheen. En dan doe ik wat noten erbij. En ik maak er altijd wel een feest van. Cashewnoten erbij gedaan. Omdat ik dat de lekkerste noot vind die er ever bestaat. Ik wilde vannacht eigenlijk gaan sporten. Maar toen dacht ik na 4 dagen heel slecht gegeten te hebben en alles. Laat ik maar eerst even op mijn voeding geletten, dat ik weer gewoon gezond eten binnenkrijg. En dan ga ik daarna wel weer al wat andere doen, weet je. Of weer... Dan weet ik hoe ik ben. Ik heb een lage bloeddruk van als ik heel slecht eet. En ik krijg heel snel zwart voor mijn ogen. Dus eerst even mijn eten op orde en dan komt de rest weer. Zo leuk gevonden. Eindelijk. Ja, je zal denken, wat de fuck is dat meer? Maar dat is dus van die kaasdoeken. Want die zocht ik echt super en vet lang. En ik heb ze eindelijk gevonden. Want ik wil dus mijn eigen amandeljoghurt gaan maken. Ik kan nergens amandeljoghurt vinden. Hey. Ik ga nu mijn eigen amandeljoghurt halen. En dan had ik een super leuk idee bedacht. Althans, ik word heel erg enthousiast van. Om amandelen en kokos dan naar raspen te blenden. En daarvan mijn yoghurt te maken. Dus heb ik een amandelkokosyoghurt. Dus dat ga ik vanmiddag even proberen. Kijken of het me lukt. Moet je maar kijken wat je ervan vindt. Maar ik ben er echt super enthousiast over. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Gaat het uit disbalans? En ik wil niet dat de dingen uit disbalans gaan. Dus vandaar. Ik ben klaar om te gaan. Dit jasje bedoelde ik. Hij is iets te groot voor mij, maar dat vind ik eigenlijk wel leuk staan. Dat hij lekker, en hij heeft van die wijde pijpjes. Hij heeft lekker wijde pijpjes. Pijpjes. Ja, dat vind ik eigenlijk wel echt super fijn. Even nog een beetje wat meer mijn haar plumpen. Dat het echt lekker volume in zit. If you know what I mean. Ik hou van volume in mijn curl. Massaal goed aan het groeien en zo. Dus kijk, dit is een beetje te wild voor mij. Maar het zakt zo wel. Making my way downtown. Kan jij goed zingen, hè? Je ziet je hoofd niet, jongen. Ik kocht niet op. Je bent undercover. Undercover. Undercover time will pass me by. Waarom mag dat niet altijd? Whatever. Oké, we zijn nu bij de IKEA. Ik ga nu eventjes kijken voor een nieuw bed voor Memphis. En ik zag ook heel veel leuke dingetjes voor mezelf weer. Ik ben hier voor Memphis' kamer. Dus ik ga ook voor Memphis' kamer spullen kopen. Ik zit te wachten op Nick, want die is natuurlijk zoals altijd weer pissen. En dat duurt altijd vet lang. Je hangt hem toch gewoon eruit en pist en klaar. Maar nee, het duurt wat langer. Dus ja. Wat duurt dat weer lang, jongen?
Hallo? Om alleen maar eruit te hangen. Dat is echt nodig. Dit setje vind ik echt heel leuk. Zo met die spiegel. Wat vind jij? Nee. Hoezo niet? Niet? Nee. Ik vind hem echt geweldig. Oh. Zullen we die wel nodig moeten hebben? Ik ben wel blij met dat opzetstukje voor de wc. Ja, dan kan je eindelijk ook eens een keer normaal naar de wc. Ja. Dat was zo niet funny. Pak je haar, joh. Lukt het allemaal? Ja, dat was hem hoor. Wat is jouw probleem? Oké, ik ga beginnen met Memphis' kamer. Oh, kijk nou. Dit is toch echt super cute. Alleen daar is het een beetje leeg. Kijk, er zitten nu lege bakken, maar daar wil ik zijn speelgoedjes in doen. Ik wil alleen nog een heel groot rond wit kleed. Of nee, niet wit. Het is een beetje zo'n kleur. Rupsje nooit genoeg. En Aap hangt er lekker. Aap? Super blij mee hoe het is geworden. Zo, hier alleen de auto's, hier de poppen, hier Lego / Duplo. En dan, dus ik heb hier nu wat neergezet, ik kan nu ook lekker op zijn kamer spelen. Pop, heb ik opgeschreven. Memphis is nu even lekker aan het douchen! This all it takes, falling in love with me. Oh, zo leuk. Doe eens normaal. Doe het normaal, doe het even normaal. Nee, 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 dat doet Au. Niet! Etter, laat los. Laat los dan. Laat los. Wat zeg je dan? Lieve Nick, wil je dat letten? Schatje van me. Nee, ik zei lieve Nick. Schatje. Nou, laat los, laat los! Schatje van me. Niet doen, niet Au. Kom. Hé, hey, blauw. Blauw. Zo. Dat is gezellig. Wat een lekker gezellig bedje heb jij, hè? Ja. Ja. Krijg ik een kusje. En wat gaan we morgen vroeg doen? Tosti. Tosti? Het is een vakantie. Morgen vroeg gaan we zeggen, mama, papa, ik ben wakker. Ik ben wakker. Gaan we zeggen, hè? Maar we gaan niet alleen naar beneden, hè? We gaan zeggen, mama, papa, ik ben wakker. En papa, ik ben wakker. Ja, dat gaan we doen, oké? Oké. Oké, kusje. Slaap lekker. Slaap lekker, schatje. Slaap lekker. Dag. Ciao. Tot morgen. Tot morgen. Hou van jou. Hou van jou. Doei doei. Doei doei. Hoi. Ik bleef dus net heel zachtjes nog even boven bij je. Hey, bij Memphis. Wat is er? En hij ging dus wel slapen. Echt super cute. Hij is echt wel zo groot aan het worden. Oh my god. Kijk wat Alessio dus heeft gedaan vandaag. Hij had gewoon een slang op zijn nek vandaag. Zo super stoer. Ik ga nu even zelf douchen. Lekker weer fris en fruitig. Fresh from the pers. Lekker sexy. Lekker sexy ook als ik naast Nick lig. Dus ik ga lekker slapen. En het is een beetje kort voor een one in a day vlog. Dus ik maak er one and a half day vlog van. Ik kwel weer. Dus morgen ga ik nog een stukje verder. Want ik had vandaag niet mijn yoghurt gemaakt wat ik heel graag wilde. Morgen ga ik mijn yoghurt maken. Ik kwel weer gewoon. Echt, dit is gewoon afschuwelijk erg. Heb ik mijn speeksel gewoon niet onder controle. Het is gewoon nog donker buiten. Goedemorgen. Ga je uit bed? Ik ga uit bed. Ik wilde even yoghurt gaan maken. Wat ik al zei met amandelen en kokos. Dus dat ga ik nu doen.
Dit laat ik even weken in water, dat het zachter wordt. En dan hebben we hier de kokosstukjes. Een hele goede morgen trouwens. Ik had nog helemaal geen morgen gezegd. Het is wel goed gegaan met Memphis slapen, hè? Hebben jullie dat gezien? Hij heeft gewoon de hele nacht in bed gelegen. Hij is niet uitgekomen in de nacht. Hij heeft in de ochtend ook gezegd dat hij eruit moest. Nou, best proud of him. Oké, dit is de smurrie die ik er dus nu in heb gedaan. Maar dat vruchtvlees, ik weet niet hoe je het wil noemen, dat kan je gewoon weer bewaren. Maar ik ga het eerst even eruit kneden. Een beetje waterig uit, maar ik moet het nu even laten staan en dan tikt het vanzelf in. En het ruikt echt super, super, super lekker, echt serieus. Beetje kokosy, maar ook weer een beetje noterig. Of je een koe aan het melken bent. Het zijn die harde stukjes die ik nu ga laten drogen. Dit laat ik even 4 uurtjes staan en dit laat ik gewoon even staan tot het droog wordt. Het is nu nog een beetje vochtig. Nou, mijn yoghurt is nog niet echt heel goed ingedikt. Ik had honger gekregen. Ik heb net gedoucht en even een maskertje. Mijn pinda's aan het roosteren, want ik heb een boerenkoolsalade gemaakt, want ik had echt mega honger. En die ga ik dan roosteren en die doe ik hierbij bij mijn boerenkoolsalade. En dit eet ik gewoon helemaal op. En ik doe nu een beetje van dit pulp, die is nu droog geworden, op mijn boerenkoolsalade. Dat is echt lekker. Heel veel gezonde vetten. Zo weg. Even zonder make-up, zonder niks. Gewoon naturel. 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 Oh shit. Mijn noten fikken aan. Als ze lekker geroosterd zijn, fik ze het lekkers namelijk. En als laatste doe ik een klein beetje sojaroom. En voilà. Hij is klaar. En dit is wat ik ga eten. Echt super lekker. I love it. Ik heb zo'n latex broekje aan en die hoor je een beetje over elkaar heen gaan. Oh, ik heb zo'n zin om dit te gaan eten, dus ik ga hem nu ook gewoon eten, want het ziet gewoon fucking lekker eruit. Sorry dat ik het zo zeg. Zo, ik heb mijn maskertje eraf gehaald en mijn haar even snel vlug in de woestand gegooid. Ga ik zo meteen naar mijn schoonmoeder, want we gaan daar eten. I love to wear all black. Kijk nou, hij is echt heel erg romig geworden. Ik had hem even in zo'n oud bakje gedaan die ik nog over had. Oh, kijk nou, hij is echt heel dik. Zo, dit was alweer het einde van mijn video. Vond je dit een leuke video? Vergeet dan geen duimpjes omhoog te geven en te abonneren. Dat doe je door hier of daar te klikken. Zie je in ieder geval een heel groot vierkantje. Niet missen. En dan zeg ik weer doei. En dan zie ik jullie bij mijn volgende video. Doei doeg!